Welkom, dit is het Terschelling TV-journaal van zaterdag 2 maart 2019. Met deze week onder andere de verhalenroute van Midsland, twee verbouwingen en de nieuwe plannen voor de locatie Dellewal. Maar zoals jullie gewend zijn, beginnen we met het weer. Ja, dankjewel Lennart. We hebben een fantastische week achter de rug. Met vooral zondag tot en met woensdag heerlijke temperaturen. Daarna op donderdag werd het minder en aanmerkelijk kouder. De komende week wordt het stormachtig met harde wind en veel kans op regen. Na het grote succes van vorige week sta ik weer op een locatie en is de vraag weer, waar is deze locatie? Ja, er is hier dus een soort van waterplas en het bos, maar waar? Dat ziet u verderop in deze uitzending. En dan nu het korte nieuws. Vorige week zaterdag werden de brandweer en de politie gealarmeerd in verband met een gaslekkage in Oosterend. Dit gaslek was ontstaan door de lokale werkzaamheden. De situatie was snel onder controle en verdere schade werd voorkomen. Afgelopen week was er waterschade in het Sprookjesbos. Verschillende hulpdiensten rukten uit en ik sprak met de eigenaren van het pannenkoekhuis. Chantal, we staan hier in jullie pannenkoekhuis op West. En ja, we hebben het al gezien natuurlijk aan het plafond. Volgens mij heeft het behoorlijk geregend in het Sprookjesbos. Wat is er precies gebeurd? Nou, ik kwam binnen. Ik ging de zaak, zou ik even opstarten. Erwin was keurig met de administratie thuis bezig. Dus ik denk, ik ga dat alvast even klaarzetten. En ik doe de deur open van de keuken. En het was, ik hoorde wel wat regenen. Ik denk, we hebben lekkage. En toen kwam ik binnen en toen regende het echt door het hele restaurant. Het was niet drupsgewijs, het was gewoon een mega tropische regenvloed. En ik ben lichtelijk in paniek geraakt, ben naar boven gerend, want ik had al in de gaten dat het daar vandaan kwam. Toen ik daar boven kwam, heb ik gelijk de deur open gedaan. Nou, dat was een tsunami van water wat er over me heen kwam, want daar stond het aardig vol. Nou ja, ik heb gelijk Erwin uiteraard gebeld, die is gelijk gekomen. En toen hebben we de volgende actie gedaan en dat is brandweer, politie. En die hebben met man en macht ervoor gezorgd dat het water weer zo snel mogelijk de zaak uitging. Oké, Erwin bleef rustig, die heeft de brandweer gebeld. Erwin heeft de brandweer gebeld, ja. Die was er ook met 10 minuten met gillende sirene, waar we onwijs blij mee zijn dat ze allemaal zo snel paraat stonden. De buren kwamen gelijk met emmers en dweilen en noem maar op. Dus heel veel hulp. Heel veel hulp, gelukkig. Okay. Absoluut. Ja. Erwin, en het water kwam van boven, maar waar kwam het vandaan? Ja, het was de wasmachine die was gaan wandelen en die is gevallen. En met de wasmachine is gevallen is de slang van de waterkraan is gebroken. En dat heeft ervoor gezorgd dat er 1000 liter water per uur uit de kraan kwam. En dat was, als je dat 12 uur doet, dan heb je 12 kuub water naar beneden door je zaak van boven naar beneden. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus 's avonds is het al gebeurd en 's ochtends werd het ontdekt eigenlijk. Ja, zo is het precies. Ja, de wasmachine heeft 's avonds gewoon aangestaan. En absoluut niet 's nachts. En 's morgens kwamen we erachter. En dat was het verhaal en dit is het gevolg. Ja. Brandweer gebeld, die was snel te plaatsen met pompen. Ja, pompen had geen zin. Daar stond het te ondiep voor. Dus de brandweer heeft gelijk, we hebben overal trekkers weggehaald bij de buren. Nou, iedereen heeft fantastisch zijn beste beentje volgezet. We hebben met de hele brandweer, politie, buren, iedereen die kwam, die heeft de trekker gepakt. En het schoonmaakbedrijf heeft gebeld, die heeft waterstofzuigers gebracht. Bakker Installaties heeft waterstofzuigers gebeld of gepakt. Gelijk is de inboedel naar buiten getild. Thijs Knop, de fietskarren werden geleend. En met dat de fietsknop of de karren werden gebracht, zijn alle spullen naar de loods van Douwe Wiegman gebracht. Dus en daar staat nu te drogen. Oké, met mannenmacht erger voorkomen, zeg maar. Ja, dat is het eerste wat je moet doen. Schadebeperkend te werk gaan. En dat hebben we met z'n allen meer dan maximaal gedaan. En het was heel fijn om te zien dat iedereen zijn steentje bijdroeg. Van buren tot werkelijk alle bedrijven. Stukken doorsbedrijven. Jort Kooijman die kwam met een water, met een vochtvreter. En ja, iedereen hoort het en leest het zoals het op een eiland snel gaat. En dat was wel heel mooi om te zien dat iedereen er voor elkaar is op zo'n moment.
Hey, er wordt alweer hard gewerkt hier. Het is dinsdag gebeurd, het is nu vrijdag en er wordt volop gewerkt om alles weer klaar te krijgen. Ja. Wat is de verwachting? Hoe lang zijn jullie bezig? Wanneer kunnen jullie weer open? Ja, de verwachting, ja, dat is moeilijk zeggen, want alles valt in staat met het drogen van het beton. En gelukkig hebben we betonvloeren. Maar ja, we hopen eigenlijk met een maand weer een heel eind te zijn. Dus stiekem hopen we zelf een beetje voor de viewtour. En als dat niet lukt, dan ja, hopelijk voor de paas, voor de meivakantie. Ja. Maar we gaan van positief uit. En we gaan met z'n allen weer flink aan de gang om het zo snel mogelijk klaar te krijgen. Hey, en nou ja, ik hoop dat het allemaal zo snel mogelijk verloopt natuurlijk voor de mensen die even nu niet zonder pannenkoeken kunnen. Ja. Kunnen ze ergens anders terecht? Ja, uiteraard. We zijn ja, met pannenkoekenhuis Hans en Grietje, gelukkig hebben we nog een zaak, zijn we uiteraard dagelijks geopend. En dus iedereen kan daar lekker een pannenkoek eten. Sterker nog, je steunt ons ook een beetje. En we willen uiteraard iedereen ook daarheen brengen. Dus mochten mensen met vervoer zitten, dan zorgen we ook voor vervoer van West naar Midsland en ook weer terug. Want we willen niks ja, anders doen dan ons best voor de gast. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Hey, heel veel succes met de bouw en sterkte. En hoop dat alles weer zo gauw mogelijk klaar is. Ja, dankjewel. En succes met jullie programma. Hey, dankjewel. Tijdens het viewtourweekend is er van alles te beleven. Zo zorgt ons eilandmeisje Marloes Fopma voor verschillende randactiviteiten. Dit jaar iets uitgebreider dan voorheen. Marloes vertelde ons hier even meer over. Nou Marloes, daar staan we weer op ja, de dijk. Op de dijk. Je hebt weer iets nieuws bedacht, hè? Met, ja, alweer, hè? Met de viewtour, hè? Vertel eens, wat houdt het precies in? Ja, ik ben door de viewtour-organisatie benaderd of ik de randprogrammering wilde verzorgen. Randprogrammering? Ja, dat zijn allemaal extra activiteiten rondom de viewtour. De viewtour is natuurlijk op de zaterdag, 6 april. En nu kunnen mensen allemaal nog extra dingen doen op de vrijdag en de zaterdag en de zondag. Om ook zo nog een aangename verblijf van te maken. En waar moet ik dan aan denken? Nou, ik heb dit jaar maar liefst bijna 20 activiteiten bedacht. 20? En, ja. Okay. En van oost tot west. Dus ik heb veel meer verspreid en kleinschalige activiteiten dan voorgaande jaren. Maar we kunnen wel meer mensen bedienen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een mooie film in het Westend Theater. Of de film De Vogelwachter. Muziek van het eiland. Je kan ook masterclasses volgen en workshops. Aad Kramer bijvoorbeeld, die het ABC het Schellingboek gaat tekenen. Die geeft een masterclass creatief denken. En je kan hier in Oost-Drenthe in het Veldatelier bij Ali een workshop volgen. Nou, zo zijn er tal van dingen die men kan doen. En voor hoeveel mensen reken je dan? Voor alle 5000 deelnemers? Nee, dat gaat helaas niet op natuurlijk. Maar voor dik 750 mensen. Oké, okay. Ja. Gaat dat lukken? Nou, de eerste excursiesdingen zijn al vol. En ik hoop dat we ja, met alles vol gaan. Zodat we zoveel mensen er blij mee kunnen maken. En ze kunnen het boeken voor slechts 1 eurocent. En, dat stelt ook niks voor. Nee. Waar draait het dan op? Maar het is echt een extraatje vanuit de viewtour-organisatie naar de deelnemers toe. En waarom dan die 1 eurocent? Is dat symbolisch? Ja, het is symbolisch en dat heeft ook een beetje met de achterkant van dit systeem te maken. We mogen gratis gebruik maken van het VVV-boekingssysteem en die kunnen het niet op nul zetten, dus vandaar. Oké, okay, dus het gaat via de VVV als je wil boeken? Ja, nou je gaat naar de Future-website en dan klik je op boek nu en dan kom je uiteindelijk op het VVV-systeem uit. Dus dat is heel fijn dat ze daarin ons willen ondersteunen. Oké, okay. Nou ja, je begon net ook al even over Aad Kramer en je boek. Hoe gaat het ermee? Ja, het gaat goed. We hebben nog 18 dagen te gaan en we zitten nu bijna op de helft, op 43% van het streefbedrag. Dus ik denk dat we ongeveer nog 200 eilandliefhebbers nodig hebben om het echt te kunnen realiseren. En de kans is aanwezig? Ja, de kans is zeker aanwezig. En ja, als de crowdfunding niet slaagt, dan komt het boek er ook niet. En dat zou jammer zijn als we nu op het laatste stuk dat het niet door kan gaan. Dus ik zou zeggen, doe mee met het ABC te Schelling. En ja, mensen krijgen ook meteen het boek. Dus het is meer een voorinschrijving. Okay. En dan in eind november dan verschijnt het boek echt. Oké, okay, nou ik wens je heel veel succes. Heb je nog meer planningen? Dingen, ideeën, of mag je daar nog niks over zeggen? Staan we hier over 2 weken weer? Nou, we zullen het zien. Ja, mijn hoofd gaat altijd door, dus genoeg ideeën. Maar laten we het hier eens maar bij houden. Is goed, hartstikke bedankt.
Afgelopen maandag, 25 februari, organiseerde de gemeente Terschelling twee informatiewandelingen over de plannen rondom het gebied Dellewal. Tijdens deze bijeenkomst werd het voorontwerp gepresenteerd en 's avonds was er in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst om de plannen te bekijken en de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook wij waren hierbij aanwezig en stelden de volgende vragen. Nou, goedenavond allemaal. Wij staan in het gemeentehuis bij de informatieavond over het bestemmingsplan van Dellewal. Hè? En u kunt ons daar wat meer over vertellen, want u heeft deze mooie tekeningen gemaakt. Nou, niet zelf hoor, dat moet ik meteen toegeven. Maar wij hebben als bureau Heijma adviseurs geholpen, de gemeente geholpen met het maken van het bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Dat was ook een opdracht van de gemeenteraad aan het college om een bestemmingsplan te maken voor Dellewal en omgeving. Wat het mogelijk maakt om op de locatie van de dancing een aantal appartementen te realiseren. En daar hangen hier schetsen van. En dan zie ik hier vier mooie plaatjes. En dat is vier keer een ander gebouw, hè? Nou, die lijken erg veel op elkaar, zoals u ziet. Maar ja, Er zitten toch kleine nuanceverschillen in. En kunt u een paar toelichten? Ja, nou, dit plaatje gaat over 13 duinappartementen. Eén appartement is eigenlijk een verticaal appartement. Je zou dat ook mezzonet kunnen noemen, zeg maar. Het idee is helemaal dat het zoveel mogelijk opgaat in het landschap. Dus we hebben het eigenlijk een duindak gemaakt. En dat loopt over het gebouw heen. En, dus het zand wordt er weer opgegooid, ja. En dan groeit er weer echt duin op het dak. Ja, dat is precies de bedoeling. Een soort van panorama west. Ja, zou je kunnen zeggen. Ik weet het niet. Maar en deze variant die gaat uit van 13 appartementen met een redelijk lichte kleurstelling. Die heeft een iets donkerder kleurstelling. En daar is nog iets anders gebeurd. Hier heb je dat eigenlijk een soort loggia is gemaakt. Ja. Dus de buitenruimte is eigenlijk onder het duindak. En hier gaat de tweede verdieping een beetje terug. En dan kan je dan wel nog een soort van balkon zitten hier? Ja, precies. En dat heeft wel een balkon. Dus dat is een variatie waardoor het gebouw iets minder naar voren komt. Een tweede variant gaat niet uit van 13 appartementen, maar van 11. Het gebouw kan dan wat korter worden, waardoor het ook weer iets minder hevig aanwezig is. En vervolgens hebben we ook gekeken naar, je zou kunnen zeggen van, goh, je laat de auto's in het gebouw parkeren, maar dan moet het gebouw ook weer wat groter worden. Hè? En je zou ook zeggen van, nee, zet die auto's maar aan de buitenkant. Maar dan willen we natuurlijk wel dat die auto's ook weer goed in het landschap ingepast worden. Ja, en dat kan weer, ja, of met een beetje oplopend duin tot een beperkte hoogte, of met een keermuurtje waar je ook weer duinvegetatie op zet. Dat vinden we gewoon erg belangrijk, dat het duinlandschap steeds doorloopt. En dit zijn dan 13 of op één geval waren het er 11 appartementen. En waar zijn dat dan, verhuurappartementen, koopappartementen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, dat zijn koopappartementen en ook in het duurdere segment. Dit plan zit op de locatie waar vroeger de dancing was. En de opdracht was ook om een plan te maken wat zo haalbaar was dat ook het boekwaardeprobleem hier opgelost kan worden van de gemeente. En dat is met deze modellen dus wel het geval. En dat betekent dus wel wat duurdere huizen. Heeft u een schatting van een bedrag? Nou, dat wordt in ieder geval in de orde van 6,5 ton zou dat zomaar kunnen worden. Maar dan is het ook echt van de mensen zelf, inclusief de grond eromheen. Ja, de huizen hebben allemaal of een klein terrasje of een balkon. Dus ze hebben allemaal een buitenruimte, maar niet een traditionele tuin met een schutting of zo. Want dat vinden we nou hier ook niet zo fraai om dat te doen. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee. En dan hebben jullie vanmiddag en vanochtend met allemaal mensen door het gebied gelopen en dit ook laten zien. Wat waren over het algemeen de reacties? Ja, heel gemêleerd natuurlijk. We hebben twee keer met met zo'n 20 mensen die wandeling gemaakt. De mensen waren heel geïnteresseerd in alle onderdelen, maar het zijn natuurlijk ook mensen die het echt niet mee eens zijn. En we weten ook de stichting bij Dellewal, die vindt de ideeën over dat het duinlandschap zoveel mogelijk wordt hersteld, die heel mooi. En daar hebben we ook afstemming met hun, maar ze zijn het fundamenteel oneens met het feit dat deze locatie überhaupt bebouwd wordt. Ja, dan is het natuurlijk moeilijk om het eens te worden. En verder, maar er zijn ook best wel nuttige suggesties die we gaan onderzoeken meegegeven. Van, goh, kan je nog hier naar kijken of daar naar kijken. Die we nog in deze periode van inspraak, want het is echt een voorronde, die we gaan bekijken. Ja, van wat voor tijdsbesef wordt dit ongeveer gerealiseerd? Als niemand te veel bezwaren maakt? Nou ja, dat is sowieso vaststelling. We zijn nu in de voorronde, zijn de inspraak.
En nou, de inspraaknota zal voor de zomer nog wel gereed komen. Hè. De 12 april eindigt de inspraakperiode. Nou, dan gaat de Raad naar alle ingebrachte reacties kijken. En kijken of het ontwerpbestemmingsplan dan anders eruit gaat zien. Hè, of ze het eraan aanpassen. Dan gaat dat in procedure. Kan je nog zienswijzen indienen. En dan gaat de Raad weer naar die zienswijze kijken. En dan zou de vaststelling van dit plan ongeveer februari volgend jaar kunnen zijn. Dat zou kunnen zijn. Ja, dan natuurlijk. Maar dat is op zich een realistisch tijdpad. En dan kan er eigenlijk, als er dan nog iemand is die toch nog hele grote bezwaren heeft, kan je ook nog naar de Raad van State. En dat, als dat gebeurt, dan is dat ook een traject wat we niet helemaal in greep hebben. Want de rechter mag er dan ook weer verlengingen vragen. Ja. En nou ja, dan hebben zijn we zomaar 10 jaar verder. Nou, dat lijkt me weer erg lang. Maar dat kan ook wel gewoon dikke een half jaar kosten, zo'n soort procedure. Ja. Nou, super, hartstikke bedankt. Ja, goed. Dank je. Graag gedaan. Nou, meneer Haringa, we zitten hier met een mooi beeldkwaliteitsplan Delleval en omgeving. Hoe lang zijn we hier al mee bezig inmiddels? Oh, dat durf ik niet te zeggen. Hoe lang precies? Er is een plan van 1996, denk ik. Dat is het bestaande bestemmingsplan en daar werken we nog steeds mee. Dat is ernstig verouderd. Dus dat moet aangepast worden. Er zijn inmiddels ook uitspraken gedaan door de gemeenteraad om in dat gebied een paar dingen te gaan doen. Dus dat is alle reden om dat bestemmingsplan aan te passen. En wat is het uiteindelijk geworden? Nou, het is nu nog een plan wat eigenlijk uit 4 of 5 onderdelen bestaat. Waaronder nou, de 11, 13 woningen die je daar hebt gezien. Die een woningbouwinvulling geven aan de plek van de voormalige Dancing Delleval. En het is het zijn een aantal functies voor bijvoorbeeld het Victoria Hotel. Het gebied van het oude Tigervoetbalveld. De kruispunt rond de Nieuwe Dijk en de Hoofdweg. En het Tiger-bunkergebied. Ja, en die kruising bij de Nieuwe Dijk, om daar even mee te beginnen. Ja. Wat is daar precies het plan? Nou, er is ooit een verkeersonderzoek gedaan naar wat zijn nou risicovolle punten op de Schelling. En daar kwam dit als 1 punt uit. Ja. Daarnaast blijkt dat de Tiger, de bunker, een enorm succes is. Ik hoorde vandaag getallen van 15.000 bezoekers betaald en dan nog eens 15.000 niet betaald. Dat zijn 30.000 mensen. En dat betekent dus 60.000 fietsbewegingen, ja, van mensen die over die weg steken en weer teruggaan. Daarnaast is er wel eens een plan gemaakt om het fietspad dat nu achter camping Knossen langs loopt, dat nu het Snijderspad omhoog gaat, om dat door te trekken achter Bornholm om daar langs de mensen ook naar het Tigergebied te laten leiden en dan daar een verbinding te maken over de hoofdweg heen. Dus dat betekent dat de verkeersdruk, die nu al tot een risicopunt is, nog veel groter gaat worden. Dus er worden ook plannen gemaakt, bedacht om die verkeerssituatie bij de Nieuwe Dijk en de Hoofdweg en die fietsovergang daar, om die veiliger te maken. Dan zag ik een hele mooie tekening van een rotonde. Ja, nou, rotonde is wel een woord dat dan een zelfstandig leven gaat leiden. Maar wij noemen het zelf nog even een verkeersoplossing. Ja. En of dat de vorm krijgt van een rotonde of iets anders, nou ja, dat is juist de bedoeling van dit soort gesprekken. Hè, om te kijken of er andere ideeën zijn. De deskundige, dat bureau, dat heeft wel gezegd van ja, rotonde is misschien wel de beste oplossing. Maar daarom willen we dat met iedereen bespreken om te kijken of dat ook de beste oplossing is. En dan praten we over een tijdsbestek van, doet dat mee met het plan van de woningen? Of? Nou, dus nu, het staat nu wel op papier in dat grote gebiedsplan. Maar of we dat als 1 plan gaan presenteren aan de gemeenteraad en door gaan zetten, dat is nog een deel van de discussie. Ja, want het is wel nu al gevaarlijk met die fietsen. Ja, zeker. Dus we hebben die verbinding nog niet erachterlangs. Dus er zijn allerlei dingen die met elkaar samenhangen. En het is ook nog best mogelijk dat we onderdeel voor onderdeel in dat plan gaan beetpakken. En niet alles in één keer doen, maar de dingen die snel kunnen, snel oppakken. En de dingen die veel discussie vragen en ook veel bezwaren zullen opleveren. Ja, die hebben wat een langer traject. Dus het zal echt nog niet zo zijn dat het komende zomer of volgende zomer op de schop gaat. Hè? Dat zal echt nog wel even duren. Maar het is goed om die ideeën daarover op papier te zetten en met elkaar te bespreken. Ja, want nu de woningen die op Delleval komen, daar zou de hoteleigenaar van Westcourt niet blij mee zijn, denk ik. Nou, dat is een omwonende en omwonenden hebben het recht om daar een mening over te geven. Dus dat zal hij ook geven. En ik denk dat dat ook goed is om daarnaar te luisteren. Want ja, een omwonende ziet altijd dingen die misschien de plannenmakers weer niet zien. Dus daar heeft hij gewoon het volste recht toe. En daar hoop ik ook dat hij daar een idee over geeft wat zijn visie daarop is.
Ja, want het idee van het hotel uitbreiden, dat is helemaal van de baan? Ja, de gemeenteraad heeft een uitspraak gedaan in dat raadsbesluit waarin ze opgedragen hebben om dit bestemmingsplan te maken. En in die opdracht staat om in dat plan die 13 woningen te realiseren. En in die opdracht staat niet om die uitbreiding van het hotel mogelijk te maken. Oké, dus dat is gewoon klaar, het wordt dit. Op dit moment is dat klaar, ja. Oké. En de kans dat dit komt is dus wel heel groot aanwezig op dit moment? Nou ja, uiteindelijk zijn wij ervoor om plannen aan de gemeenteraad te presenteren. Dus de gemeenteraad die zal uiteindelijk een beslissing nemen. Maar wat de plannen die nu gemaakt zijn, en zeker op dat punt, dat is gewoon een uitwerking van het besluit dat de gemeenteraad al een keer genomen heeft. Dus als ze iets anders wil, dan zal ze op dat besluit terug moeten komen. Ja. Maar dat is nu niet het uitgangspunt. Nou, super, we gaan het volgen. Heel fijn. Dank. Meneer Van Schoonhoven, ja. We staan hier bij de nieuwe presentatie van Delawal. En daar hebben we natuurlijk op Delawal dat hele leuke campus, oude campusgebouw staan. Wat zijn daar de plannen voor? Gaat het weg? Het gaat niet weg, tenminste. Op dit moment in het plan niet? Op dit moment in het plan niet. Gemeente, het college, het voorgaande college heeft besloten dat het gebouw in de verkoop komt. Dus er komt een openbare inschrijving waarbij partijen kunnen inschrijven onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden zijn wel geformuleerd. Het mag bijvoorbeeld geen recreatieve bestemming krijgen. Er moet een bepaalde vorm van wonen plaatsvinden. Daar waren we eigenlijk helemaal klaar mee. Totdat zich vorig jaar een signaal bij ons kwam dat de NHL wellicht nog wat specifieke ideeën heeft over het complex. En daar zijn we op dit moment druk mee bezig om dat inhoud te geven. Daar probeer voor eind april wat duidelijkheid over te krijgen. Is dat een reële optie, dan zullen we daar verder ons in moeten verdiepen en ook vervolgens daar de gemeenteraad natuurlijk in moeten betrekken. We hebben ook afgesproken dat we snel zekerheid willen, want wordt dat niks, dan gaan we over tot ons oude plan en dat is verkoop. Ja, en dan verkopen met de eis dat het geen hotel wordt of iets anders, een appartement om te verhuren. Dat het niet recreatief wordt, maar dat het een woonbestemming krijgt. En wat voor bestemming dat dan moet worden qua wonen, of dat nou starters is of seizoenswerkers of ook nog wellicht een deel voor de studenten voor de zeventschool. Nou, dat is allemaal, wordt dan allemaal strak vastgelegd. Maar die bestemming zit er nu ook al op, toch? Want het wonen altijd al mensen. Ja, het heeft ook heel duidelijk de bestemming wonen. En dus het zal een woonfunctie houden. We moeten natuurlijk niet onderschatten dat er, voordat er echt gewoond kan worden, zal er met name in het oude Victoria-gebouw wel wat moeten gebeuren. Ja, zeker. Dat heb ik ook wel gezien de laatste keer. Nou, hartstikke bedankt voor de toelichting. Graag gedaan. Nou, Albert, jij bent natuurlijk op twee manieren betrokken bij Delawal. Door de STOK en je woont er zelf feitelijk ook op. Wat vind je nou van deze plannen? Ik vind het goed dat ze ermee bezig zijn. Er moet een invulling aan gegeven worden. Ik heb de plannen vanmiddag gezien, dus ik vind het wel lastig om al helemaal een goede inhoudelijke reactie te geven. Ik denk dat de belangrijkste punten voor mij zijn dat de geplande rotonde bij de Nieuwe Dijk, ik vraag me af of dat niet beter bij de pizzeria geplaatst kan worden, waardoor je geen verkeer over de weg hebt naar het Bunkermuseum als je de parkeerplaats voor de fietsen verplaatst. Maar goed, dat is even wat ik vanmiddag heb gezien. De gebouwen bij Dancing Delawal, dat wordt nokhoogte 7 meter. Dat is een beetje hoog als het gebouw oude woning van Rijf is. Ja, gaat wel bepaalde stukken van het zicht wegnemen. Dat werd vanmiddag in de presentatie ook wel zo benoemd, ook door de planmakers. En dat is een keuze die we met z'n allen moeten maken van willen we dat? Ik persoonlijk zou het mooi vinden als we op een andere manier creatieve oplossingen weten te vinden door elders op het eiland geld te genereren. Door, nou ja, niet door Harry Westers 25 meter te gunnen. Is dat heel veel kleiner dan wat er nu staat? Nou ja, dit is iets minder lang, maar wel iets hoger. Nee, hoger moet juist niet. Nee, hoger is. Want je gaat als je op zich valt het mee als je op het voetpad loopt. Dan valt het mee, hè? Dan valt er een stukje van west weg. Maar als je echt de heuvel op fietst, gaat, naarmate je het bord waar de verkiezingen zo staan, dan ga je echt een heel stuk van de weerspiegeling van west in het water ga je missen. Je gaat een stuk van het jachthaven ga je missen, een stuk van de haven.
Ik denk dat dat een van de pareltjes van het eiland zou... Ik zou het zonde vinden als we daar op deze manier denken het gat te moeten dichten. Maar wie weet zijn er nog wat goede suggesties. Hilma Schuring kwam vanmiddag met het idee om de gebouwen misschien nog wat meer duin in te zetten. Wat smaller te maken. Nou, dat zou ook al heel wat schelen. Ja. En zo is het goed dat we erover gehoord worden. En kijken of we er wat mee, of we er een goede oplossing voor kunnen vinden waar iedereen wel mee kan leven. Super, dankjewel. Door de temperatuur van afgelopen week dacht ik misschien dat de winter voorbij was. Maar aan het winterse verbouwen is nog lang geen eind gekomen. Daarom ook deze week twee verbouwingsitems. Hallo, we staan hier op de Willem Barendskade bij een nieuw café van Alwin. Alwin, ja? Hoe heet jouw nieuwe café? Het café. Gewoon het café? Gewoon het café. Dat is mooi. Niets helderder dan dat. Nee, het is nog een beetje café in wording. Ja. Dus we zijn hier bij de verbouwing van het café. Dat klopt, hè? Vertel, wat gaat er hier allemaal gebeuren? Ja, er is al heel veel gedaan. Maar we zijn nu heel druk bezig met ons muurobject. Ja. En daar heb ik ook jullie hulp bij nodig namelijk. Maar verder, zoals je ziet, en hebben we al het een en ander gedaan. Die hele achtermuur die was zwart. Daar hebben we nu helemaal al behangen met boeken, bladzijden. Mm-hmm. Nou, de basiskleur is koningsblauw. Okay. Voor het mooie en warme gebeuren. En het wordt een heel lief klein cafeetje wat onze huiskamer is. Waar iedereen thuis mag zijn. Oké, een huiskamercafé zou je het kunnen noemen. Zo zou je het kunnen noemen. Het is ook al omschreven als een verhalencafé. Maar het is meer dat wij, het is onze huiskamer. Oké. Dus je komt op bezoek bij Alwin. En de rest. En de rest. Ja, ik doe en wie zijn de rest? De rest. Nou, dan hebben we het over Floor, dan hebben we het over Bendix, dan hebben we het over Raphaël en dan hebben we het over Eline. Je hebt al een heel team samengesteld. Team. En je moet nog echt gaan beginnen, zeg maar. Ja, ja, we wachten eigenlijk. We doen nu een beetje rustig aan, want we wachten een beetje op ons koffiezetapparaat. niet erg handig om die te missen in een café. Nee, precies. Nee, ik heb gezegd, ik ga pas open als het koffiezetapparaat aanwezig is. Okay. En die wordt in maart geleverd. Nou kijk, dus je hebt een deadline. Nou ja, een ruime deadline is dat. Hé, hey, en behalve de koffie die er dan ongetwijfeld mee gezet gaat worden... Ja. Wat kunnen mensen hier nog meer allemaal gaan verwachten qua eten, drinken? Nou, het zijn een beetje travel treasures van mezelf. Okay. Dus ik ben bezig om de Pastel de Nata uit Lissabon deze kant op te krijgen. Maar dat is het traditioneel gebakje uit Lissabon vandaan. Maar ook de Pastai de Bacalhau. Dus gedroogde... gezouten vis in een mooi hapje. Maar dan gaan we met Zeezicht samenwerken, want we zitten recht onder Zeezicht. Uh-huh. We werken ook heel veel samen. Qua bieren, ik hou van mooi bier. Wordt er een hele leuke collectie aangelegd. Dus daarvoor ook die beide koelingen achter de bar, dat ook gelijk inzichtelijk is. Het is eigenlijk meer van waar wij ook maar zijn. En we vinden iets leuks, dat nemen we mee. En dan gaan we dat hier weer neerzetten. Dus als we met elkaar op pad gaan, neem ik altijd iets mee. Ja. En is het dan dus ook echt een avondzaak wat je gaat doen? Of is het ook overdag? Wat is je bedoeling? Ja, we gaan in eerste instantie gaan wij om 3:00 middags open. Mm-hmm. En dat is tot 1:00 s'nachts. En zodra de mogelijkheid zich voordoet, gaan wij om 11:00 morgens open. En dat zal in de vakanties beginnen en in de weekenden. En dan ga je ook lunch doen en dergelijke, dat dan weer niet? Lunch kunnen ze heel mooi boven bij Zeezicht. Ja, we hebben 's middags wel een kopje soep. Oké, een heel klein hapje kan je hier wel. Ja, en ook andere kleine hapjes, maar we zijn echt een café. Ja. En daar hebben we ook alles op geënt. Je noemt al een paar keer de samenwerking met Zeezicht. Ja. Dit is wel echt jouw café, café. Maar met veel samenwerking. Ja. In feite wat boven gebeurt, doe ik beneden en andersom. Ik ben degene die hier de boel moet bestieren. En zoals boven Esther dat doet, doe ik dat beneden. Ja. Nou, en dan heb je het ook nog over verhalencafé. En je had het al even over de hapjes die je van her en der van de wereld hebt meegenomen. Ja. Je bent bezig met een wereldkaart. Daar had je ook nog hulp bij nodig. Maar ja, laten we er even naar kijken. Ja, wat is je idee daarbij? Nou,
Ik zak even af. Je zakt even af, ja. Zal ik ook nederdalen? Nee, maar blijf maar voorstaan. Wat de bedoeling is, is om op deze muur de hele wereldkaart te maken. Mm-hmm. De uitleiding heb je nu al even staan met de beamer. Ja. Afrika hebben we al lichtelijk gevuld. Maar we zijn op zoek naar ansichtkaarten. Zoveel mogelijk ansichtkaarten. Okay. En daarmee gaan we het aardoppervlak helemaal inkleuren. En moeten dat nog speciaal ansichtkaarten van met kleurtjes? Of wat wil je het liefst? Ik vind een groeten uitkaartje vind ik altijd heel erg grappig. Omdat die veel te kneuterig zijn. Ja. En als we dat soort kaartjes hier kunnen krijgen, dat zou te gek zijn. We hebben ze op dit moment al overal vandaan. Uit Texas vandaan, uit Taipei, Dubai. Maar heel veel Nederland natuurlijk. Een vaste badgast uit Zwitserland heeft 4 kaarten en 2 boeken gegeven. Zo gaat het maar door. Ja, want behalve de kaarten zie ik inderdaad ook boeken. Maar daar heb je wel genoeg bladzijden voor om mee te behangen? We hebben genoeg bladzijden om de muur te behangen. En heel selectief in de boeken geweest van welke gaan we daarvoor gebruiken. Want we hebben zoveel boeken gekregen dat we heel veel boeken gewoon lekker intact laten. En uiteindelijk op de achterwand in onze boekenkast komt. Oh, dus hierachter, daar komt nog een hele boekenwand. Er komt nog een hele boekenwand. En mensen mogen hier dan dus ook gewoon gaan zitten lezen. Dat is de bedoeling. Ze mogen zitten lezen. Als ze hun boek uit hebben, dan kunnen ze ook deze kant op komen om een boek te ruilen. Dan kunnen ze rustig aan de bar hangen en dan even kijken in de collectie van welke wil ik hebben. Nou, dan gaan we die ruilen. Ja. Altijd kijken of er een beter boek tussen zit. Dat kan ik zelf kan lezen natuurlijk. Ja. Nou, een hoop activiteiten dus. Ja, nou, lekker bezig, daar gaat het voornamelijk om. Ja. Er is eigenlijk ook niks moois dan hier gewoon 's morgens vroeg met je kopje koffie gewoon lekker in die nisjes buiten te zitten, over het wat heen te kijken. Ja, dat is grandioos. Dat ga je dan eerst zelf doen en dan als ja, het in de vakantie. Dan heb ik eerst een bakje koffie daar gehad. Omdat je zei, we gaan om 3 uur open, maar ja. Zodra het om 11 uur open kan, dan kunnen de gasten daar ook van genieten. Zeker, zeker, zeker. Ja, maar dat is een van de mooiste plekken om natuurlijk even weg te mijmeren. Ja. Hoe kwam je er zo op om deze zaken over te nemen? Nou, het is eigenlijk allemaal een per ongelukje. Ah, die zijn het leukst. Ja, dat is waar. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik heb 4 jaar lang bij Café de Zomer gestaan. Met heel veel plezier meegeholpen het bedrijf op te bouwen. Afgelopen jaar wou ik eigenlijk al iets anders. Toen waren er een paar mogelijkheden, maar wegens omstandigheden, laten we even kijken hoe het allemaal gaat. En toen kwam dit voorbij. Ja. En ik zei, nou, ik zou het wel weten. En ik heb een plan ingediend en zo is het balletje verder gaan rollen. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hoe ga je laten weten dat je open bent? Oh, dat gaat via alle multimedia gebeuren loskomen. Zodra het apparaat geïnstalleerd is en alles, dan is de dag erna, dan ben ik open. Dan nodig je iedereen uit voor de koffie. Iedereen is sowieso welkom. En de deur wordt nu al plat gelopen af en toe. Nou, heel goed. Dat is een goed. Sterker begin. Nog, er waren al mensen die dachten hier rustig een biertje te gaan drinken. Dat vond ik wel bijzonder, maar het gebeurt. Ja. Nou, ik wens je heel erg veel succes. Dank en heel veel plezier ook. Ja, dat gaan we zeker hebben. Goed. Ja. Het wordt een één groot tof feestje. Goed zo. Ja, dankjewel. Ja. Ik ben bij de ansichtkaarten trouwens. Ja, ansichtkaarten. Ja, je mag ze sturen met alle liefde naar ons, allen. En dat is Het Café. En dan Willem Barendskade 20. 8881 BC, zeg ik uit mijn hoofd. Weet ik niet zeker. Westerschelling, want ja, daar zitten we lekker aan de haven. Kom lekker langs als je hier bent voor een kopje koffie. We zijn hier bij Wiep, bij Niek en Gerlinde. En er is hier nogal wat aan de hand. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn het gehele pand zijn we eigenlijk aan het opknappen nu. En we hebben de voor- en de achterbar hebben we al in de afgelopen jaren hebben we al aangepakt. En nu hebben we de dansvloer dit keer rigoureus gedaan. Want we hebben het oude plafond eruit geslagen. En we zijn van een 2,30 meter naar een 5,30 meter hoogte gegaan. Kijk, en, dat is een heel verschil. Ja, en het oude vieze plafonnetje is verdwenen voor een prachtig gestuukt geheel. Zoals jullie straks nog wel even gaan zien, ja, denk ik. Daar gaan we straks even bij kijken. Ja.
Nou, dat zo'n beetje. Dus ja. We zijn nu over de helft. Dat is mooi. Ja. En wat is de sfeer wat we hier gaan zien? Nou, we trekken een beetje de sfeer van de voorbaar door naar, naar de dansvloer. En dan komen twee grote glazen loodramen met ons logo, met licht erachter. Dus, om de nieuwe poptempel te openen. Een poptempel, oké. Wat houdt dat in? Wat gaan we hier allemaal tegenkomen? Nou, we willen sowieso wat meer met live muziek gaan doen. Mm-hmm. En de afgelopen jaren ook al wel 2-3 keer een wat grotere naam dan Schelling gehad. Maar dat willen we wel wat verder gaan uitbreiden. En dus de opties van het pand is een keer wat gaan verbreden. Er is veel ruimte en misschien de mogelijkheden zijn de wereld nog niet uit. Maar kom maar met ideeën. Ja. Hebben jullie al wat bands of live muziek al op het oog waar die kunnen komen gaan spelen? Nou, maar volgens mij, we zijn nu alleen bezig met Oerol en de zomer. En nog niet met de maanden daarna eigenlijk. Oké, dus de poptempel, dat is vooral in de bedoeling na het seizoen? Ja, we willen buiten ons jongerenseizoen willen we wat meer bands voor alle leeftijden naar Schelling halen. In samenwerking met allemaal mensen met kennissen en vrienden en vooral netwerken. En ik hoop dat we in oktober wel weer een goede naam neer kunnen zetten. Ik ga nog lekker niet verklappen wat. Maar we zijn wel met wat bezig. En dan proberen we toch wel minimaal één keer in de 2-3 maanden proberen wel wat grotes hierheen te halen. Om ook in de wintermaanden wat leuke muziek te bieden aan de eilanders en de toeristen op dat moment. Mooi. Nou, en daar is de ruimte waar wij nu even zo op kijken. En dat zien we straks, zien de kijkers dat ook. Daar is echt heel wat aan de hand. Ja. Zullen we daar eens eventjes doorheen lopen? Ja, dat is goed. Ja? Nou, wat gebeurt hier allemaal? Je kan op het moment niet zo heel veel zien, want het staat helemaal vol in de stijgers natuurlijk. Ja. Maar momenteel wordt het plafond is al gestuukt en de spanten zijn gestuukt. Het laatste pand wordt afgewerkt en de schuine vlakken. En daarna dan gaan we de twee wanden en de rechte vlakken nog stukken. En dat wordt allemaal nog gespoten als het stukwerk droog is. En dan, als we dat klaar hebben, dan gaan we met de luchtbehandeling nieuwe kanalen aanbrengen. En ook langs de spanten weer naar beneden. Dat we een betere spreiding krijgen van de airco en de verwarming, wanneer het nodig is natuurlijk. Ja. En het is vooral ter behoefte van de lichtshow dat het veel mooier uit gaat komen. En er komen dus drie trussystemen van de voor- naar de achterkant. En daaraan gaan we ons licht, geluid, rookmachines, gobo's, beamers, alles kunnen eraan gaan hangen. En dat wordt ook met kettinglieren kunnen we dat gaan laten zakken op verschillende niveaus. Dus we kunnen de zaal ook aanpassen naar welke hoogte we willen. En vooral ook het plafond een keer laten zien in plaats van verstoppen. Ja. Kunnen we ook even boven kijken? Jazeker. Hey, dus hier stoten we ons hoofd bijna, maar we zijn nou hoeveel meter al omhoog gegaan? Nou, ik ben 1,90, dus nou, veel in ieder geval. Ik denk een metertje 3,5 ook nu. Ja, en hierboven komt nog zit een zoldertje. Ja, hierboven zit de zolder. De kabels van de subwoofer bijvoorbeeld, die lopen nu al over het hele plafond heen naar achter die wand langs in die hoek. En die komen onder het podium. En straks komen er eigenlijk alleen maar iets van 9 pijpjes waaruit 1 draad komt of 2. En die gaan naar de trussysteem en dat is alles. Wauw. Dus dan hebben we alles heel erg netjes. En ja, en we echt clean wel gewoon, zou je willen zeggen. Ja, dat willen we graag zo houden. Ja, mooi hoor. Maar wel met alles rekening houden met de toekomst. Als er nog meer nieuwe kabelstechnieken alles bij moet komen, dan kan het gewoon allemaal weer getrokken worden zonder dat je door je stukwerk heen hoeft te gaan. Ja, mooi. Ja. Ja, want jullie zijn al even langer bezig natuurlijk. Ja, we zijn we zien gelijk het nieuwe jaar. Dus volgens mij 6, 7 januari is eilandbouw hier begonnen. Tenminste, wij hebben zelf eerst het plafond er helemaal uitgesloopt en alle elektra weggehaald. En toen zijn wij wel eerst op skivakantie gegaan. Want dat is de enige periode per jaar dat we echt een beetje echt lekker weg kunnen, zeg maar. Dus, en toen is eilandbouw doorgegaan, dus die hebben alles alle spanten verstevigd, ingepakt en alles bekleed met gips en stuk klaargemaakt. En, daar geeft wel een heel eigen sfeer, hè, die spanten? Ja, het is ook. Je zag ze nooit heel erg, omdat je zag alleen het onderste gedeelte, omdat natuurlijk gelijk het plafond er al tegenaan zat.
En we willen ze nu ook wel echt gaan accentueren, zeg maar, met een lichtere kleur, dat ze er echt uitspringen gewoon. Ja. En misschien dat we ze zelfs wit houden en dat je dan daar leuke logo's op kan gaan projecteren. Dat is allemaal nog speculaties, maar we willen wel echt het pand nu een beetje gewoon ook het plafond gaan accentueren met licht. En het mag nu gezien worden. Prachtig. Dankjewel. We gaan maar weer eens naar beneden, denk ik. Ja, ik zal de ladder goed voor jullie vasthouden. Dank je. Afgelopen vrijdag organiseerde Wouter van Dieren een proefvaart van Springtijd. De internationale versie van Springtij. Hessel zocht hem op en sprak hierover. Wouter van Dieren. Springtijd in plaats van Springtij. Nou, en. Niet en. In plaats van, maar en. En dat houdt in? Nou, we moeten meer internationaal zijn. Ik ben de afgelopen maanden door heel Europa gereisd om te kijken wat er overal gebeurt op ons gebied. En dat is natuurlijk heel veel. Ja. En ik zie er een grote noodzaak om globale problemen op een globale manier aan te pakken. Global problems need global solutions. Nee. De Nederlandse bubbel is een beetje klein. Ja. En er moet dus veel meer internationaal in. En dat is wat we gaan doen. In welke bubbel heb je het over? Nou kijk, we hebben in Nederland een debat. Een klimaatdebat, een energiedebat. En dat kennen we. Mm-hmm. Er gebeurt niet veel nieuws. En in Europa, overal zie je heel veel nieuwe dingen. Die moet je hier naartoe halen. Niet alleen naar het klimaatakkoord, maar ook naar het Nederlandse debat. Dus dat is de essentie van wat we proberen. Wat zijn heb je voorbeelden van wat er aan nieuwigheid plaatsvindt? Of is nou, een hele bekende is natuurlijk, waar ik aan mee heb gewerkt, de Duitse energiewende. Dat is een heel ingewikkeld, maar heel werkzaam systeem. Met fiscale mogelijkheden, met terugverdiensystemen. Maar ook een heel andere manier van innovatie en investeringen. Dat kennen wij niet op die manier. Industriepolitiek is in Nederland altijd erg taboe geweest. En zelfs in een klimaatakkoord denkt de politiek dat de markt dat gaat oplossen. De Duitsers zijn succesvol, creëren tienduizenden tot 80.000 banen. Heel ingewikkelde elektronica, installatietechniek. En dat doen ze omdat er industriepolitiek wordt gevoerd. Ja. In jouw aankondiging zag ik dat er ook een zin speelt op een economische transitie. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je in Brussel komt. Ja. Brussel zoekt natuurlijk enorm naar een moment om Europa te positioneren ten opzichte van China en Amerika. En de conclusie daar is, Europa heeft het talent om de duurzame economie te maken, te produceren. De meeste landen kennen industriepolitiek, energiepolitiek, klimaatpolitiek. En overal wordt nagedacht over wat ze ook circle economy noemen. Dat lijkt op recycling, maar dat is niet zo. Het is een herontwerp van het economisch systeem zoals we het kennen. Dus je ziet toch meer in een strakker verband met economie dan met de klimaatdoelstellingen zoals we die nu gepresenteerd hebben door het kabinet? Of zit dat? Nou, de klimaatdoelstellingen die zijn natuurlijk in de Nederlandse bubbel en volgens het Parijs. Wat is die bubbel dan? Waar heb je het dan over? Het Nederlandse debat is een merkwaardig debat, want daar wordt in feite gezegd, wij moeten een klimaatakkoord hebben, maar een paar dingen mogen jullie niet behandelen, namelijk de luchtvaart niet. Nee. Dat is heel raar. En je mag bijna niet komen aan het verkeer, dus beprijzing van verkeer mag ook niet. Ik vergelijk dat wel eens met het plan om de Beemster droog te leggen in 1623. En dan zeggen ze van tevoren, een klein stukje dijk doen we niet. Dus dan wordt er gepompt, hoe zou het nou komen dat die Beemster dan niet droog valt? Nee, nee. Nou, dat is de Nederlandse bubbel. Dat is wel een mooi vergelijking. Ja. Nee, maar je ziet nu dat bijvoorbeeld de als je het hebt over electoraat, hè, dat de onderkant van de samenleving, ja, die kom je in opstand. Hè? Dan zie je gele hesjes, je ziet mensen die denken van ja, leuk en aardig dat klimaat, maar het kost mij alleen maar geld. Hoe moeten ze dat probleem oplossen? Want dat is een groot probleem. Ja, dat het rare is, als je het allemaal optelt, dan zijn zelfs die 500 of 700 miljard over een periode van 30, 40 jaar, stelt ten opzichte van het BNP vrijwel niks voor. Alleen de fout is natuurlijk dat je dat bij de verkeerde mensen neerlegt. Nou, hoe je dat wel moet oplossen, dat zal moeten met een heel ander fiscaal regime. Daar hebben we jarenlang aan gewerkt, dat je dus belasting op arbeid, die veel te hoog is, verlicht en de belasting op grondstoffengebruik en energieverbruik verhoogt.
dan denken allerlei mensen, dan verdwijnt de industrie. Maar dat is niet zo. Daar is geen enkel bewijs voor. Dus dan leg je de lasten daar waar ze het grootst zijn. Dat ja, is wat je doet. Als je dat nou alleen als Nederland doet, dan gaat het toch niet werken? Nou, dat is niet waar. Engeland doet het ook apart. Duitsland doet het apart. In heel Europa hebben ze overal landelijke beleidsinstrumenten. En niet alleen op Europees niveau. Dus dat valt heel erg mee. Dus dat zijn dreigementen. Engeland heeft een CO2-prijs vastgesteld op 20 pond per ton. Dat is vele malen hoger dan hier. Daar hebben de Engelsen er last van, met hun economie geen sprake van. En in Duitsland hebben ze weer een ander fiscaal systeem over de grens, moet je je voorstellen. In Groningen gaan we van het aardgas af, maar 30 kilometer verderop gaan ze aan het aardgas. Ja. Nou, dat komt omdat er een heel andere energiemix is in Duitsland. Een heel andere energiemix. Ja? Dus van zon, wind, aardgas, bruinkool, steenkool. Ja, die moeten daar dus op een andere manier mee omgaan dan wij. Maar hoe onverstandig is het om daar geen rekening mee te houden? Om daar niet dus voor te zorgen dat dat helemaal geharmoniseerd wordt met elkaar. Dat doen wij nog niet. Nee. Terwijl het buurland Noord-Rijn-Westfalen is precies zo groot als Nederland. Met dezelfde infrastructuur. Dus probeer dat nou te koppelen. Als je daarover nadenkt, we gaan het straks laten zien hoe dat eruit ziet. Krijg je een ander model voor de Nederlandse klimaatakkoorden, energieakkoorden, economische planning. Ja, maar je zegt toch wat tegenstrijders. Je zegt van, ook als wij de grondstoffen duurder maken, dan zal dat geen effect hebben op de industrie. Maar het is wel zo, als ik 1000 ton stalen balken nodig heb, en die kosten in Nederland of in Europa duurder dan in China, dan ga ik ze toch in China halen? Nee, daar wordt gekozen voor logistiek en voor kwaliteit. Dus dat scheelt enorm. Tata Steel is een belangrijke partner van ons werk. En we weten hoe zij gerund worden en welke keuzes zij moeten maken. De kwaliteit van dat productieproces is zo hoog, daar komt bijna niemand aan toe. Dus daar zit de crux. Het zit hem niet in die prijs, het zit hem in de kwaliteit van het management, de organisatie en de techniek. Daar wordt voor gekozen. Ja, maar we zitten ook met een zogenaamde markteconomie die ervoor zorgt dat je allemaal kunt concurreren met elkaar. En dan liefst worldwide, hè? Die markteconomie is een illusie. Overal in de wereld. Is dat nieuw of is dat? Nee, dat is een illusie die is bedacht ergens in de jaren 90 en dat is overal een grote mislukking. En die mislukking zit hem dan in dat onze zorg onbetaalbaar is geworden? Dat soort dingen, dat is allemaal onzin natuurlijk. Stel je voor. Dat noem jij dus een mislukking? Heb je dan gevolgd wat er met PostNL is gebeurd? Wat moest allemaal geprivatiseerd, moest allemaal geliberaliseerd? Het is mislukt. Mislukt. De concurrentie is er gewoon niet ontstaan. Nee. Dus dat betekent dat je een ander model moet volgen. En dat wordt al jaren geprobeerd en in feite in al onze buurlanden doen ze dat. Tata Steel krijgt overal steun. Ja. Luchtvaartmaatschappijen krijgen steun. Nou, niet in IJmuiden trouwens hoor, want daar zijn ze nog niet blij met alle neerdalende. Tata en Krupp zijn gefuseerd. Het is een Indiaas bedrijf. En reken maar dat er heel veel staatssteun in zit. Ja. Ja, dus. En wat is volgens jou dan de weg waar we in moeten? Welke toekomst moeten we dan wel tegemoet treden als dat allemaal bij elkaar zit? Hoe ziet dat eruit ongeveer? Ik was in Brussel voor een paar dagen met het Wereld Grondstoffen Forum, World Resources Forum. Daar hebben we gesproken over waar we naartoe moeten. En de keuze is inderdaad, Europa moet een keuze maken voor die duurzame economie. Dat is de manier waarop we verder moeten. Dat betekent dus andere aanstuurmechanismen, andere wetgeving. We weten ongeveer hoe dat moet. We weten hoe we het verkeer moeten reguleren. We weten hoe we de luchtvaart zouden moeten reguleren. We weten hoe we de dijken moeten verhogen. En om heel veel vreemde redenen gebeurt het niet. Dus er zit ergens een blokkade. En de kunst is nou dat we die blokkade weten te definiëren. Ik weet het nog niet. Ik heb me suf gepikkerd de laatste jaren. Ik doe dit jaar werk al een paar jaar. Ja. Inmiddels een halve ja. eeuw. Ja. En we hebben alles in kaart gebracht wat er zou moeten. Op landbouwgebied, natuur. We weten overal welke maatregelen je moet nemen. Het zijn geen grote raadsels meer. Het raadsel is dat waarom het niet gebeurt. Is het moeten nemen of willen nemen? Nou, het gaat erom moeten. Wil je tenminste de klimaatverandering een beetje nog kunnen beteugelen. Maar vooral de biodiversiteit. De biodiversiteit is een van de grootste problemen. Stel je voor dat je doorgaat met de insectenuitroeiing. Wat dat betekent. Ja, daar zie ik meer problemen. Het is levensgevaarlijk. Ja, heel erg gevaarlijk.
Je krijgt de meeste, grootste ellende ermee. Ik zie trouwens alles binnenkomen. Ja. Ik zie toch heel veel springtijers. Ja, het zijn allemaal leuke mensen die hier komen. Allemaal leuke mensen. Ja, ja, het is een hele leuke. Is het een dissidentenclubje van springtijen of is het... Nee, het zijn gewoon een hele goede vriendenkring. Oké. Mag ik je succes wensen? Ja. En we spreken elkaar. En jij hebt het bedacht, hè, het woord springtijd. Ja, mooi hè. Maar ja. Niet springtijd. Nee, nee, maar het is hetzelfde. Ja, ook springtijd. Hetzelfde woord. Wouter van Dieren. Springtijd. Ja. Wat denk je ervan? Ik heb er nog niet zo heel veel over nagedacht, maar het onderwerp duurzaamheid interesseert mij bovenmatig. Dus ik ben vooral heel nieuwsgierig. Ja, in welke zin? Nou, nieuwsgierig in wat er inhoudelijk gebracht gaat worden. Ik weet ook dat er wat ontwikkelingen zijn van springtijd enerzijds en springtijd anderzijds. Hè. Daar heb ik me nog niet al te veel tegenaan bemoeid. Hoeft misschien ook niet. Nee. Dus ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja, ja. Want het is natuurlijk eigenlijk een... ik noem het maar even een kleine dissidentenclub van springtij natuurlijk. Uh-huh. En die het wat meer op de economische kant belichting gaat bekijken dan de duurzame. Wel gekoppeld, maar toch ook een beetje vanuit een economisch perspectief. Ja, je weet er al meer van, begrijp ik. Nou, ik heb het een beetje ingelezen. Ja, dus, ja. Maar het komt hierop neer dat de economische transitie minstens net zo belangrijk is als dat parallel moet lopen met een duurzaamheid. Ja. Nou, dat vind ik ook wel. Want ik volg natuurlijk wel alle discussies in de kranten. En ik ben wel van overtuigd dat wij die transitie moeten maken. Maar ja, die betaalbaarheid van het geheel. De manier waarop. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè, want mensen zijn niet gek allemaal. Hè. Het moet wel kunnen. Ja, en hoe zie je dat in Terschelling perspectief? Nou, dat heeft natuurlijk weinig invloed, maar... Nou ja, ik weet dat hier een heleboel mensen met duurzaamheid bezig zijn. Dat wordt nog wel eens onderschat. Hè? Maar kijk maar eens wat mensen privé allemaal doen. Hè? Dat weten we misschien wel onvoldoende. We gaan in Terschelling gewoon mee met de flow. Landelijk moet de plan nog duidelijk worden. Hè? Ja. In Friesland willen alle gemeenten met elkaar samenwerken om daarop aan te sluiten. Nou, op Terschelling hebben we ook grote plannen. Maar iedereen zit er hier op te springen. Dat we ook eens toch wat concrete dingen nog gaan doen. Met z'n allen. Gaat u het openen? Nee, helemaal niet. Ik kom alleen maar luisteren. Ja. Als liefhebber? Ja, als liefhebber. Geïnteresseerde? Nou, zeker. Ja. Nou, mag ik je veel plezier wensen? Dankjewel. Ja. Vorige week kon u al zien hoe de verhalenroute in Formerum verlopen is. Deze week was hij in Midsland. Hessel en Meike liepen even een stukje mee. Er was geen microfoon. Nee, het leek er wel even op. Wat zeg je? Oh, dat zou bijna mogelijk. Ja. Goedenavond. Hey, nou. Je maakt niet zomaar met je gouden. Oh nee, sorry. Ik zal het gewoon bij deze houden. Goedenavond Willem. We zijn weer dinsdagavond. We weer de verhalenroute. Het is weer een drukke opkomst, hè? Het is zover. We zijn compleet denk ik straks, dus we gaan tellen. Ja. Hoeveel verwacht je er vanavond? 130. 130, dat is een mooi aantal. Ja. En hoe gaat de route lopen en wie gaan er vertellen? Vertel eens. Mogen we dat al vertellen, Jan? Vertel eens. Nee, dat is een verrassing. Oh, dat is een verrassing. Oh, dat is een verrassing. Dat is een verrassing. Okay. Dat gaan we nog niet hardop zeggen. Dus en de route is aangegeven met lampionnetjes buiten. Dus daar zijn we ook heel voorzichtig mee. Ja. Maar we beginnen. We gaan in ieder geval het geloof en de bank die heeft er ernstig mee te maken vandaag. Dus het komt helemaal goed. Okay. Geld en kerk. Okay. Ja. Is dat een goede combi? Dat is een goede combi. Nee, hoe komt het zo dat je vanavond niet vertelt? Ik ben uitverteld. Geloof ik niks van. Ja. Nee, ik heb al zo vaak meegedaan. Er moet nou eens iemand anders. En dat vind ik altijd verrassend. Ja. Dat je mensen tegenkomt die wat een leuke hobby hebben. Dus. Ja. Dus ik denk dat ik weet waar we eerst heen gaan straks. Dat is iemand die heeft een prachtige hobby. Vertel eens. Ik denk bijen, de bijenkoning. Okay. Ja, Jan Smit. Ik ben heel benieuwd. Jan Smit. Ja. Die woont hier vlak achter. Dus. Heb je vorige week ook meegelopen? Nee, toen zaten we op een ander eiland. Oké, okay, ja. In Spanje. Ja.
Wel op een eiland, hoor. Wel op een eiland, ja, dat moet je trouw blijven. Ja, dat doe ik al jaren. Ja, okay. Maar wat leuke, verrassende interviews er. Ja, goed, hè? Ja, heel goed. Ja. Ik ga even bij je buurvrouw vragen. Ja, is goed. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Hey, Gerda. Hey. Hi. Ik heb jou vorige week ook gezien. Ja, klopt. Ja. Wat dacht je? Ik wil alle verhalen horen. Alle verhalen horen. Ik vond het zo leuk. Ja. Vorig jaar ook mee geweest. En, nou, nu nodigde Truus me uit voor die had kaartjes geregeld. Ik zei, nou, dan gaan we weer samen. Ja, wat gezellig. Ja. En ga je volgend jaar zelf ook iets vertellen? Nou, nee. Ik ben niet zo'n verteller, zoals je weet. Dus nee, dat zit er niet in. Ik vind dat je leuk kan vertellen, hoor. Ja? Ja. Oh, nou, zalig van je. Maar nee, dat... Ja. Oké, okay, maar ik wens je heel veel plezier vanavond. Dank je wel. Ja. Ja, en dan hoop ik je morgen weer te zien. Dat doen we. Oké, okay, ja. Gezellig. Hi, goedenavond. Waar ben je het meest nieuwsgierig naar? Naar de verhalen die de mensen te vertellen hebben. Ja. En dan vooral de verhalen die we nog niet kennen. Oké, okay, en zitten daar al stiekeme verwachtingen bij? Alleen maar. Ja. Alleen maar. Welke verwachtingen? Ja, dat is de verrassing. Ja. Ja. Dat weet ik niet. Ik ben echt onverwachte heel benieuwd. Verwachtingen. Ja, ja, ik ben echt heel benieuwd, want ik hoorde dat het vorige week in Formeren is het heel leuk geweest. Mm-hmm. En dat heb ik gemist. En okay, ik kon nu gelukkig kon ik twee kaartjes krijgen. En die heb ik ogenblikkelijk heb ik niet gekocht. Dus vandaar, ja. Het is dat schijnt ook nog een hele tour te zijn, hè? Om kaartjes te krijgen. Want het is elke keer uitverkocht. Ja, ja, dat klopt. Dat is heel moeilijk. En de kaartjes zijn ook binnen de kortste keren uitverkocht. Er wordt ook bijna geen publiciteit aangegeven. Wat ik heel slim vind. Want ze zijn ook drie dagen. Binnen twee, drie dagen is het uitverkocht. En het loopt via het VVV. Dus... Ja, kaartjes op de zwarte markt gekregen? Nee, gewoon eerlijk. En ik heb ze ook eerlijk heb ik ze verkocht. Wie is dat ene kaartje wat ik over had? Oh, okay. Ik heb ook eerlijk verkocht. Gewoon voor de prijs die erop op. Dus nee, helemaal goed. Nee. Nou ja, en wat een leuke ontvangst. Je krijgt een kopje koffie hier. En je ziet elkaar. En wat ik elke keer weer heel opvallend vind... dat is dat er zoveel eilanders bij zijn. Er zijn gewoon heel veel Terschellingers die hierop afkomen. Denk ik, nou, iedereen kent nog steeds niet alle verhalen. Of wil ze nog een keertje horen. Of wil ze nog een keer horen, ja. Nee, blijft leuk, hè, elkaars verhalen te luisteren. Blijft ontzettend leuk. Ja. Ga je zelf ook een keer vertellen? Heb ik al een paar keer gedaan. Oké. Okay. Dus ik zit nu aan de andere kant. Is ook leuk. Heel leuk, ja. Ja. Heel veel plezier. Ja, dankjewel. Hi. Hi. Jullie gaan meelopen met de verhalenroute. Vertel. Het trekt de gemiddelde leeftijd een beetje omlaag, denk ik. En dan zijn we een keer de jongste ergens. Dat is natuurlijk heel leuk. Is dat zo? Is het vooral veel ouderen die meelopen? Zo maar één kijk naar. Ik vind dat ik er wel bij hoor. Wat zeg je? Ik vind dat ik er wel bij hoor. Bij ja, toch? Nou, niet als ouderen, maar gewoon als eilander. Als geïnteresseerde. Ja, toch? Ja. En hebben jullie al enig idee wat voor verhalen jullie te horen gaan krijgen? Geen idee. Nee, maar dat vind ik juist zo. Verrassing. Ja. Hebben jullie al eens vaker meegelopen? Ja, maar zo'n tijdje geleden. Maar ja. Een paar jaar geleden ook een keertje, ja. Okay. Ja. Hoog tijd voor nog een keertje. Zeker. Ja. Hartstikke leuk. Veel plezier. Dankjewel. Veel plezier. Ja. Ja, ik deed net het hek over, dus ik kwam er wel aan. In 1834 ontstond het verschil van mening binnen de hervormde kerk in Nederland. Er zijn een aantal mensen uit die kerk opgestaan. Over geld en over pacht. En dat je als boer de gelukkigste mens op de wereld bent. Daar gaat het allemaal anders over. Anders weten andere groepen het al. Ja, nee, het heel mooi. Maar het was echt heel erg op Terschelling gericht. Ja, helemaal op Terschelling gericht. Nou, vertel eens, hoe was het? Mooi, interessant. Ja. Ja, leuk. Waar ging het verhaal over? Over de koffie. Over?
de koffie, hoe de koffie, nou ja, het is een anekdote of een legende over koffie. Oké. Vertel vanavond het verhaal van Kaldi. Maak muziek een beetje zacht. Kaldi en de dansende geiten. Ik vertel een verhaal over de oorsprong van koffie. Koffie vindt zijn oorsprong in Ethiopië. In oktober vorig jaar ben ik samen met mijn collega Lisa naar Ethiopië geweest. En daar hebben we echt daadwerkelijk de bakermat van de koffie ontdekt. En het oudste verhaal over koffie gaat inderdaad over Kaldi. En dat vertel ik hier vanavond. En wie of wat is Kaldi? Kaldi is een geitenhoeder in het jaar 300 in Ethiopië. En die ontdekte op een gegeven moment dat zijn geiten na het eten van rode bessen heel erg vrolijk en energiek werden. Kijk. En zo ontdekte hij dat kwam door die rode besjes. Ha Jaap, we staan hier in de brandweerkazerne. Waar zou jij voor jouw verhaal over gaan? Ja, de brandweer. Oh, je meent het. Vertel. Ze vonden het leuk om het over een brand te hebben in de verhalenroute. Ja. Nou, ik zeg, een brand, dat vind ik niet zo geweldig. Om over specifieke branden te praten. Maar ik wil wel een verhaaltje over de brandweer vertellen. Dus in het eigenlijk, en dan ga ik een beetje door de geschiedenis van de brandweer heen. Mm-hmm. En ik neem wat moderne brandweer mee. En vooral die moderne brandweer, ik ben natuurlijk zelf. Ik ben geen hele jonge kerel meer. Maar ik ben wel van de laatste generatie brandweermensen. Want ja, ik zit er nu nog bij. Ik zit ondertussen al bijna 20 jaar erbij. Okay. Ja. Maar ik vond het wel leuk om ook inderdaad hier tussen de nieuwe materiaal te zitten. Ze hadden liever ons bij de oude pomp willen hebben, maar ik zei dit is het nieuwe materiaal waar we werken en daar sta ik voor. Ja. Ik vind het leuk om deze nieuwe gezinnen te tonen met het nieuwe materiaal en ja, het verhaal daarbij. Heel mooi. Is er ook nog iets wat heel specifiek is voor Terschelling hier bij de brandweer? Ja, Terschelling is totaal uniek. En uiteraard ook de brandweer is uniek. Mm-hmm. Want wij hebben op de Schelling, wij moeten ons broek ophouden met twee korpsen. Ja. Alhoewel kan je gewoon opschalen. Je kan er mensen bij halen. Mensen genoeg, voertuigen genoeg, kennis genoeg. Alles is er. Maar wij moeten het zelf doen. En we kunnen wel kennis invliegen. Maar voertuigen, dat duurt een aantal uren. En een aantal uren brand. Dan kan er heel veel gebeuren. Want brand is, tijd is cruciaal. Bij brand. Is dat iets waar je ook tijdens het verhaal ook nog iets specifieks over vertelt? Over de brandweer op Terschelling en met maar twee korpsen? Ja, correct. Ik vertel inderdaad dat wij dus een natuurbrandauto hebben. En dan nu de ontknoping van de locatie waar Lennart staat. Lennart, kom er maar in. Voor de uitleg van waar we staan heb ik mijn collega erbij gehaald. Hessel, waar staan we hier? Wij staan hier in het Horense Bos. Spannend. Bij een turfdorp. Een turfdorp, wat houdt dat in? Een turfdorp is ontstaan in crisisjaren. Denk ik aan. Tussen 1926 en zeg maar 1932, 1934. En in die periode waren er allemaal werkprojecten, hè, arbeidsprojecten. En die hebben ervoor gezorgd dat hier een turfdorp is. En wat was namelijk aan de hand? De Schelling had vroeger geen boom. Voor de 1927 was er geen bomen op de Schelling. Helemaal niet? Nou, nauwelijks. Ja, gewoon wel. Elzen en wat rommel. Maar geen bossen zoals we die nu kennen. Zoals Vermeer en Mebos, het Horense Bos en West. Alles bij de Dodemanskist enzovoort. Onder andere bij de Tiegenstelling. De Tiegenstelling die staat nu rondom in de bomen. Ja. Daar konden ze niet eens schieten als in deze situatie. Want dat was vroeger. Dus toen, in de oorlog was dat eigenlijk gewoon, kon je gewoon overal naartoe kijken. Dus naar van het strand tot aan het wat. Toen hebben ze een soort werkverschaffing, had je toen. En toen hebben ze dus met
geld van de overheid hebben ze dus alle bomen op de Schelling geplant. En dat was niet eenvoudig, want de grond was op de Schelling wit zand. Dus dat duin. Duinzand, dus dat heel, dat groeit, daar groeit niks op. En dan hadden we een boswachter, en ik heb dat van Freek Blomme, die heeft mij dat ooit verteld. En dat was een boswachter en die heette meneer Van Hummen. En Van Hummen die had bedacht, als we elk boompje vergezellen van een turf, dan heeft het kans verslagen dat het boompje het redt. Okay. In die witte, waardeloze grond. En toen hebben ze dus turf uit Drenthe gekregen en die turven waren gedroogd, uiteraard. En die moesten dus, voordat ze bij dat boompje werden geplaatst, moesten die zeiknat zijn. Dus die moesten gesompt worden, noemen ze dat. En dat is helemaal volgezogen met water. Dus dan gooiden ze die, groeven ze van die gaten in lage stukken van het bos, of van het duin, toen nog duin. Toen nog duin, ja. En dan krijg je grond. Dit is grondwaterstand, hè? Dit is gewoon de grondwaterstand. En dan deden ze dan, dan gooiden ze die turven in dit, in zo'n trog. En dan werden ze de dag, dan werden ze 24 uur, of twee keer 24 uur, blagen ze in die, in dat water en dan zogen ze zich helemaal vol met water. En er werd bij elk boompje werd één turf geplaatst. Dat had meerdere voordelen. Het was voeding voor het boompje. En het hield hem vochtig, dat hij dus niet verdroogde en dat hij daardoor kansloos was. En zo zijn op diverse plaatsen op het eiland zijn dus van dit soort sleuven te zien. Sommige zijn rond, sommige zijn langwerpig. Het lag een beetje aan het idee. Maar het is dus officieel op de Schelling noemen wij dit Turvendorbes. Tot zover. En dan nu de agenda voor komende week. Vrijdag 8 maart is het weer zover. Ladies Night in de Groene Weide bij Hessel en Tess. De dames van de Groene Weide staan allemaal achter de bar. En het jaarlijkse themafeest is voor zowel dames als heren toegankelijk. En heeft dit jaar als thema Police and Thieves. En het is de bedoeling dat iedereen in stijl komt. Als crimineel, politieman of politievrouw. Of misschien wel crime scene investigator. Peter Mans is de DJ deze avond en het feest gaat door tot 3 uur. Zaterdag 9 maart is weer de jaarlijkse Who's Next Jeugd Survival van de SJT. Verschillende eilanden jeugdteams zullen het tegen elkaar opnemen in deze spannende strijd. Dit was het dan weer voor deze week. Heeft u nog nieuws of andere leuke items te vermelden? Laat het ons weten via info@terschelling.tv. Of stuur een WhatsApp berichtje naar 06-304-91041. Dit nummer is alleen voor WhatsApp. En wilt u helemaal op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op Terschelling? Neem dan een abonnement op weekblad De Terschellinger. En ga hiervoor naar www.deterschellinger.nl. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.